In het Oerhoefjournaal ging ik met Henk Keizer van Friesland Culturele Haardstedt 2018 naar de voorstelling en Meinder Talma besjong de zee met eigen brooide ballades. Juster wie ik met Lutz Jacobi op paard. Zij wil van nu de tweede keer vjuchtje van het behoud van Oerol. En mijzelfskip verjoerd zal horen en keren hem met die bezuinigings, want de leidt een onbiedig grote opdracht op zijn schouders. Ik ben benijd hoe hij hem ermee redt en hoe hij Oerol belibbert. Henk Keizer wie van 96 rond 99 zakelijk leider van Oerol en is toen ik op het eiland kom te winnen. De komende zomer loopt hij de karren om van Friesland in 2018 de status van Europees culturele haardstad binnen te halen. Hallo! He speaks English! We kunnen het nooit over van de straat, ja. Dan kist het, als het achter ons is, dan is het niet. Maar kun je die nog altijd bekoren, dat straat? Ja, ik kan me voorstellen dat het grote dingen en dat is een hele liedje. Ja, ik vind het heel knap. In feite is het natuurlijk levensgevaarlijk, want het is, mensen kunnen je afkeuren. Ja. Of vinden niks aan lopen door. En dat, ja, dit is een zeg maar, gevaarlijke vorm van theater. Je zit niet in een zaaltje. They love you! That's the most applause I've ever had in a show. It wasn't for me. Is het voor jou nou vakantieweek of is het ook, ook helemaal maar dat Friesland 2018 hier begonnen? Ja, dat is gewoon fulltime. Yeah? Ja, nee, ja, want dinsdag zitten we in Brussel. Presenteren we onze Friese ambitie ook daar, samen met Noord-Nederland. En hier zijn we gewoon aanwezig met Friesland 2018. Zijn we Oerol volop in gesprek over de bezuinigingen. Leuk, we zullen een slag over het eiland, maar de oude promo- en evenementenbus. Heeft er wel een groot riembewees? Hartstikke groot. Maar hij is er net zoiets van, met al die bezuinigingen. Ik heb me beter ophouden met je reis, want de horst staat helemaal geen artiesten meer over die te helpen kennen om het festival te organiseren. Ja, dat horen we al vaker. En dat, ik vind het ook wel een heel lastige periode om met zoiets te beginnen. Ik heb daar grote zorgen over. Want, slaaploze nachten. Ja, ik heb heel veel zorg over dat ik vind dat Den Haag Friesland niet meer ziet. Het gaat ook over onze taal. He, er is weinig aandacht meer. Alles concentreert zich op de Randstad. Ja. Zogenaamde topinstellingen. En die zitten ineens zogenaamd in de Randstad. Alsof Oerol geen topinstelling is. Of theater. Dat wordt niet meer gezien. Daar gaan we ook voor. Dat theater blijft, dat Oerol blijft. En dat al die andere dingen ook blijven. Als het echt heel eerlijk in die hartjes, krijg je dat van me hoor? Dat weet ik niet. Ik vind het een heel slechte tijd. Ik weet één ding van mezelf wel. Dat ik wil er wel voor knokken, dat weet ik wel. Hey, we hebben hier gevraagd om welke voorstellingen als Graafje en Worst. We hebben hier een dat is de Noorderlingen. Ja. Maar we beginnen eerst even met Meinder Talma, dat is een okay. Fries. Hold die uit aan de bal. Nu weer de hondenwacht lopen, het geoude hoer van de maagden aan horen. Moet je golven zien en de sterren daarboven. De zee trekt, de zee roept. Een uitputtingsslag van muzikant Meinder Talma. Maar eerst 84 keer speelt hij op Oerol. En dat komt del op zijn nieuwe voorstellings op een dooi. 84 shows maar eerst? Ja, ik maar één om een keer even wat oppassen. Maar, ja. Maar verder, dat is wel leuk om te gaan. Jawel, hè? Ja. En wat had je met de zee? Op zich, hier besteedt het dat ik. Ik ben vrede of trintje. En op zich ik vind ik de zee wel hartstikke mooi. Maar ik hier net ook mezelf meteen zijn zeeplaat maken. Maar het trintje in auto, die kan bij mij de vraag van had ik teksten meidje voor bij haar foto's. En dat is uiteindelijk dus een album maken. Een album wordt een beetje over de huidige Nederlandse koopvaardij. Zeeman is geen zeeman meer. Zeeman is geen zeeman meer.
Groen eigenlijk heel erg zien de beperking van die fotografie op. Ik maak die portretten en ik ga een aantal zeekezichten maken. En ik hoor het verhaal, en jij hebt zelf al een verhaal van die studenten, hoe die zeevaart vrouwt. Ik hoor het net echt in die portretten kwijt. En ik dacht van ja, er maakt nog iets oors bij om dat verhaal te vertellen. En toen heb ik mij net gevraagd om tekst erbij te schrijven. En toen kwam mij net mooi het idee om een muziek-cd erbij te mooi te zien. Sowieso 14 van die studenten van de zeevaartschool had ik interviewd. Ik kan heel veel lezen, bijvoorbeeld kan ik noemen Oerse Mauze Piraten, hoe een Hallinger kapitein die ontvoerd is. Had ik een beetje iets in mijn kranten verslagen, had ik een beetje dat noemen destilleerd en ja, op die manier. Ga niet naar de golf van Aden, want daar wachten de Somalische piraten. O, verlos ons, o Heer. Ik denk wel wat persoonlijke dingen bij en ik had nog een oude, heel oude Amsterdamse zeeman die zijn levensverhaal op baan zetten en ik hoe zijn goede mensen met zeden gingen en naar de zeevaartschool. Dus ik een nummer te lange kamer zag. En hoe is dat het nou uitpakt? Hier op zijn skip en 84 shows van Meindert en dan foto's erbij? Ja, nee, ik ben er heel blij mee. De hoofdtentoonstelling steeds maar die is in het Fries Museum in Ljouwt. En ja, ik vind het wel heel mooi dat hier daar ook wat van te zien is. Het moest hier gewoon wezen op de Schelling. Dat, dit is wel de plak waar het ik zien liet me had. Maar de publiek zit al te wachten. Ja, dus we zitten een beetje voor de KMIK wat hier. Of de, ik ben niet precies hoe het neemt, maar dat weet ik niet. Ik nou, kom naar de gang. Dat, ja, doe maar. Ja. Oh, een donkere scheepsvaart roept. Ga met me mee. Je handen in een driehoek rondom je navel leggen. Als ik zeg inademen, dan ademen jullie in. Als ik zeg uitademen, dan blazen jullie uit. In. Uit. Zo komen Henk Keizer en ik in de stemming voor De Zone. Een voorstelling van de Noorderlingen uit Grace. We zullen een oeren door de boskuilje in een geheimzinnig decor. De Noorderlingen is echt de plek in het noorden. Voor jonge acteurs, jonge theatermakers, waar de ruimte is om een voorstelling te maken. En de oerol geeft hun weer een plek. Stalker van Tarkovsky is een van de inspiratiebron van regisseur Benjamin Moon. Hierin zie ik het stalker in de verbindende zone naar een kamer dat een wees uitkomen zal. Maar waar stiet het al hiervoor? Ook in de film bleef dat symbolisch en mysterieus. Please walk towards the light. Dat is theater, hè? Ik hier pas eigenlijk doe je dat grote veld op kamer zetten. Toen dacht ik, verademing, ja. Ja. Ik wil wel uit dat bos kwijt, want ik heb dat als jongens. Gewoon heel mooi in elkaar gezet. En als je het toch meenemen de stilte in en dan aan het eind gewoon een soort rock'n'roll dansen. Morgen, Strittentheater met Erik Groen. En theatermaker Teun Mosk over de relatie loonskip en meesker.